Hoi allemaal en welkom bij deze nieuwe video. De maand maart is begonnen, dus dat is teken dat ik een nieuw maandoverzicht ga maken. En ik ga beginnen met mijn voorblad van maart. Ik heb verschillende afbeeldingen terug van Pinterest. En zoals jullie weten kunnen jullie mijn Pinterest-account in de beschrijving altijd terugvinden. Ik heb ook een grote sticker met cactussen gebruikt om de maand maart in te schrijven. Die komt van AliExpress, dat kan je zien in mijn laatste AliExpress shoplog. Die vond ik wel heel tof en ik heb daar eigenlijk rond heel mijn pagina opgebouwd. En ik wil in de maand maart eigenlijk wat meer met cactussen en plantjes en het groenige wat meer gaan werken. Dus dat heb ik al wat proberen te laten terugkomen in mijn voorblad van de maand maart. Ik ga niet heel complexe dingen doen. Ik ga gewoon verschillende afbeeldingen samenvoegen. En dan nog een overzichtje plaatsen van hoe de maand maart eruit ziet. En voor de rest ga ik niet heel speciale dingen doen. Maar ik ben wel heel blij met de afbeeldingen die ik heb gekozen. En ik vind dat ze allemaal heel goed samenpassen. Ik heb vooral heel veel zin in de maand maart. Het gaat een hele drukke maand worden voor mij. Omdat ik nu volop met dat project bezig ben, met die kleuterklas. En die gaan toch nog een volle 2 weken door. Maar ik heb er wel enorm veel zin in. Wegens we nu eigenlijk met het speelgoed begonnen zijn. Het speelgoed te maken, kasten te bouwen. Dus er komt eindelijk wat vooruitgang in het project. En dat maakt het altijd wel interessanter om er meer moeite in te willen steken. Omdat het nu echt een vorm krijgt. En het meer duidelijker is van hoe dat het er nu uiteindelijk gaat komen uit te zien. Daarnaast vroeg ik mij ook af of dat jullie het misschien interessant zouden vinden als ik wat een stickercollectievideo opneem, omdat ik toch vaak wel vragen krijg van waar ik mijn stickers heb, welke stickers ik allemaal heb. En dat leek me dan misschien wel tof om daar echt zo een video rond op te nemen. Dus als jullie dat leuk lijkt, laat het me dan zeker weten in de comments. Dan kan ik dat misschien wel opnemen naar de toekomst toe, want ik heb wel redelijk wat stickers. En ook wel toffe stickers die ik graag wil delen. Maand maart begint voor mij al heel goed, want ik ga dit weekend een weekendje naar de zee waar ik enorm veel zin in heb. Even op adem komen en alle stress van zich loslaten. En dat is wel iets dat ik heel hard kan gebruiken. Dus daar kijk ik enorm naar uit. En ik heb dan op mijn pagina nog de maand maart geschreven op ze van dat bruin craft paper. En dan heb ik er nog een kadertje rond gemaakt, zodat ik heel makkelijk een overzicht heb hoe dat de maand eruit ziet. Ook al heb ik wel een monthly, toch vind ik het altijd interessant om dat er ook bij te hebben. En dan is het enkel op het einde nog wat washi tape toe te voegen. De washi tape die ik gebruik komt van AliExpress. Dus ik heb er 1 met kadertjes die ik onlangs heb gekocht. En dan ook nog een groene die ik erbij zet om nog wat meer die accentkleur bij te werken. Uiteindelijk heb ik de maand maart toch nog iets vetter erbij gezet, omdat ik vond dat het iets te smal was in vergelijking met dan de afbeeldingen. Voilà, en dan was dit mijn video voor deze week. Ik hoop dat jullie het een leuke video vonden. En als je geïnspireerd bent, ik zie het altijd graag op mijn Instagram terug. En dan zie ik jullie graag in mijn volgende video.